wat vandaag allemaal te bereiken is. Te beginnen straks. En dit is een uitzendcentrum. In principe minuten, wordt er gezegd, van, we zetten alleen mensen hier vast. Maar de praktijk leert anders. Want mensen zitten daar gewoon 4-5 keer voor een jaar of anderhalf jaar. Het is gewoon een gevangenis. En er worden mensenrechten geschonden. En de overheid is auspiciën. Nee. Maar willen we het graag sluiten? Ja, maar dan los je eigenlijk nog dan niet zo heel veel meer. Nee, dat klopt, maar dat is wel een begin natuurlijk. Nee, ik weet niet wat de procedure is om ook zo'n handtekening actie op te zetten. Ja, dat wordt natuurlijk ook.